Een hele goede avond, iedereen. En welkom. Vanavond spelen we voor de eerste keer Tis Maar TV. Een fonkelnieuw spel waarin alles draait om televisie. Dat kastje waar u nu naar zit te kijken is ongetwijfeld een van de mooiste uitvindingen van de afgelopen eeuw. En zo goed als alle beelden die in de laatste 50 jaar op het scherm voorbij zijn gedefileerd, zijn voor ons speelgoed. En met ons bedoel ik mijn twee teams. We hebben daarvoor beroep gedaan op een aantal integere, zorgvuldig geselecteerde en uiterst intelligente mensen. Maar helaas hadden die vanavond andere verplichtingen, dus moeten we het stellen met deze. Het eerste team wordt aangevoerd door de immer stralende First Lady van de VTM. De vrouw die haar rimpeltjes veel beter kan verstoppen dan haar Limburgs accent. Gertie Christoffels! Naast Gertie zit een man van wie wel eens gedacht wordt dat hij niet van de slimste is. Absoluut onterecht. Hij beëindigde elk schooljaar met een schitterende uitslag. Eerst mazelen, dan rode hond en daarna wijnpokken. Jacques Vermeijden! En het team wordt volledig gemaakt met een man die zeer veel over sport weet. Kenners noemen hem een wandelende encyclopedie. En als ik hem eens goed bekijk, het is minstens een 26-delige. Dirk Abrams. Ja, en u bent er nog niet vanaf, want hier zitten er nog drie. Over de captain van het andere team zou een beroemd schrijver ooit gezegd hebben: zij bloost gelijk een roosje, maar zij haalt het uit een doosje. Francesca van Thielen. En naast haar zit een man die zeer goed zijn plaats kent, maar niettemin toch in dit programma wou zetelen. Hans Otte. En tenslotte de man die van televisiezender wisselt, zoals u en ik, van Onderbroek, Walter Grootaars. Welkom allemaal. En we gaan meteen spelen. In de eerste ronde gaan beide teams op zoek naar een onvergetelijk tv-moment. Om te achterhalen welke beelden we precies zoeken, tonen we hen drie korte fragmenten, zeg maar drie hints. Ik zal de beelden straks nog even verduidelijken en dan is de taak van de twee teams om te achterhalen welk memorabel tv-moment we zoeken. Er zijn maximaal 2 punten te verdienen en hier zijn de hints. Wel, listen eens dingen. Saske. Saske, ja. Vermalen. Ja. Trouwens, aan klaar. Ook de 22 schoten. Ja, dat weet ik nou. Punt 5. Hoe groet ik mijn onderdanen als ik op de koninklijke balkon verschijn? Wel. Jo. Achter een niet nader te bepalen denk ons ruimteschip nadert, kapitein Wally. Snelheid. 2 megameters per trikonde. Grootte. Moleculair moeilijk te bepalen, maar er is een sterke discrepantie in de gasionen. Pinballen, zwarte gaten. De drie hints, en ik zal ze even verduidelijken. Eerst telefoon in het eerste fragment, daarna blauw bloed, het was een stukje uit Kribbels, blauw bloed. En tenslotte ruimteavontuur. Dan vraag ik me af, team van Gertie, kunnen jullie daar iets uit afleiden? Dirk bijvoorbeeld? Niet op het eerste gezicht, moet ik zeggen. Ik ben blij dat ik dat eerste fragment nog eens heb kunnen zien met Gaston en Leo, met Sjoske Vermeijlen, ja. Thomas aan het Laai 23. Schitterend, hè? Blijf schitterend. Schoten, ja. Toen, dat is lang geleden, dat is legendarisch ondertussen, toen was er nog iets op televisie waar de mensen konden mee lachen. Dat is iets van voor, dat is van voor een tijd van Jacques Vermeijden dan. Walter, makkertje. Niet beginnen, hè. Niet beginnen, hè. Multimiljonairke? Ja. Want trouwens, wie wordt multimiljonair? Ik heb horen zeggen tot nu toe vooral de presentator, hè. Jij gaat hier geen ambras steken tussen mij en de Jacques. Hè? Nee. De Jacques, dat is mijn maat. Hè? Ja. Omdat wij al langer werken dan jij, jongen. Dat is hier al jaren. Hé, eerste. Dat is hier, ja. Dat is hier niet, okay. Dat is hier niet de drijfwijzen. Hè? De drijfwijzen. Kijk, het is de drie grijzen. Want ik kom bij. Ik hoop dat je verwittigd bent. Het is nog maar de eerste aflevering. Ik had het niet over de Jacques. Ik vind de Jacques geweldig. Hè? Ja. Dat is bijna. En ik vind, hè, jongen. Mag ik nu zeggen? Ik vind dat je een stom gezicht hebt, joh. Ja. Als ik van hier zie, hè. Ik vraag me gewoon af wat jij hier komt doen. Wat kende jij van televisie? Je hebt 25 jaar bij BRT gewerkt.
ik ben weg. Aan mijn tijger. Ja, natuurlijk, als ik iedereen moet wegsturen die ooit bij de VRT gewerkt heeft, dan blijf ik hier alleen zitten natuurlijk. Dat verstaan we wel. Ja. En daarbij denk ik, het verschil tussen Jaak en mij is, ik ben op alle zenders nog welkom. Ik vind de Jaak geweldig. Het is mijn serie. Jongens, zullen we dat volgende keer nog wel eens zijn? Mag ik toch iedereen even ter orde roepen? Want we zijn wel degelijk begonnen met een nieuw programma, dus, genaamd Het is maar TV. Dat is nu wel duidelijk geworden. Maar we zoeken dus wel een memorabel TV-moment op basis van de drie hints die ik jullie heb gegeven. Dus telefoon, blauw bloed. Hoe zeg je? Het is geen debat. Nee, het is geen debat. Je ziet heel goed, Koen, het eerste fragment. Dat is de hele jonge Mark Uiterhoeven en daarnaast staat Gimortier, de oude Gimortier. In het midden een Turk en rechts, en die Wally, wat zegt hem daar? Ik heb het opgeschreven, bij alle zwarte gaten, want hij gaat zingen. Hè. Het moet iets zijn dat al verschillende keren op televisie getoond is. Voor mij staat het. Ik heb geen flauw idee, nee. Het is iets met de dood, Leo Martijn dood. Carrie Goossens speelde koning Boudewijn, die is ook dood. En Jacques Vermeer is ook dood, maar dat weet ik nog niet. Krijgen we ook hints of zo? Dat geldt ook voor hints. Er wordt enkel beroep gedaan op uw gezond verstand. In het midden zei je, Koen? Hoe zeg je? Blauw bloed. Telefoon. Blauw bloed. En tot slot ruimteavontuur. Met die drie hints zouden jullie echt wel... Kom Walter, je komt er niet uit. Ja, Walter? Je komt er niet uit. Nee, je komt er niet uit. Jawel. Telefoon. Telefoneren. Blauw bloed. Prins Philip. Koning Albert. Of Albert. En Adi Wally dan? Dat was zo'n ding in de ruimte, ruimtevaart. Ja, er is geen protocol. Er is geen protocol in de ruimte. Ja. Dat is het fragment waar jullie denken dat wij hier op alluderen. Het fragment is waar dat hij telefoneert in Houston naar de raket waar Dirk Vreemout in zit. Mm-hmm. Raket. En dat dan vraagt, wat zie je door het venster? Wat zie ik dan door het venster? Ik ga toch even naar het andere team, want ook jullie zouden een antwoord moeten formuleren. Wel, wij hebben ons daar straks ingehouden, want wij voelden dat ook meteen aan als het tv-fragment waar we naar op zoek waren. Maar wij dachten, laat ze even. Het is zo dat we maken een duidelijke afspraak. Als er een team als eerste een antwoord geeft, gaat het andere team natuurlijk niet snel met hetzelfde antwoord doen. Nee. Dat is niet het geval, hè? Ik zeg niet dat u zo bent. Ik wil gewoon voor eens en altijd bij het begin van de reeks een duidelijke afspraak. Dus jullie zeggen allebei het bewuste fragment waarbij Prins Philip zegt, wat ziet u door het raampje? Ja. We gaan eens kijken naar het antwoord. U kunt mij Philip noemen, want ik denk dat in de ruimte absoluut geen protocol is. Kunt u mij zeggen wat u ziet door het venster? Ik zeg dat daar is echt kerk gevonden. Ja, en de vragen van de prins die we niet te horen kregen waren, uw deur is toch goed dicht? Tokt het daar niet te veel en wilt u mij een kaartje sturen? Bovendien werd na dit onderhoudende gesprek beslist om het protocol in de ruimte toch maar door te voeren. Deze ronde, dames en heren, levert beide teams, 2 punten op. En wij verder met de tweede ronde en die noemen we slecht nieuws. U weet dat ook, de televisie heeft altijd al een heleboel onprettig nieuws op u losgelaten. Elk team krijgt zo dadelijk een fragmentje te zien waarin iemand op een of andere manier slecht nieuws te melden heeft. En daar zetten wij het beeld stil. De opdracht voor de teams is zeer eenvoudig. Wat is het slechte nieuws? Het eerste fragmentje is voor team van Gertie. We draaien de klok 30 jaar terug. U ziet een stukje uit de populaire BRT-jeugdserie Het Zwaard van Ardoin. Gegroet, zonen van Gondewijn. Wees welkom in Ardoin. Karen nog, we hoorden uw muziek. Het is goed u weer te zien. Wat voor nieuws is er in Ardoin? Slecht nieuws, helaas. Slecht nieuws, helaas. Helaas slecht nieuws. En nu aan Gertes team om te achterhalen wat dat slechte nieuws was. Hij ziet er niet gelukkig uit, Hij zal zeggen, ik ben al 2 dagen dood, zal hij zeggen. Of mijn geplakte baard begint te trekken. Of los te komen. Ja, of ik ben Mozes en ik vind mijn een berg niet meer. Voor de rest kan ik er niks in zeggen. Nee, dat is duidelijk. Weet jij nog waar het over ging? Ja, waar ik... Ja.
Het was het tweede feuilleton van de BRT dat in kleur is uitgezonden. En u ziet, er waren, ze hadden nog niet veel kleuren. Nee. Lichtbruin, donkerbruin, beige en grijs. En het verhaal ging over twee broers, een goeie en een slechte. Die, de ene was de graaf, neem ik aan, van Ardoaan. Of de, en met de goeie gebeurt iets en de slechte... Het was zo'n soort Kain en Abel gegeven. Maar ik weet niet meer hoe het is afgelopen eigenlijk. Nee? En wat het slechte nieuws is, tenzij dat de coiffeurs nog altijd in staking zijn. Nee, maar wat kan er gebeuren in zo'n verhaal, ziekte, weet ik veel. Dood en ziekte. Pest. Zoiets. Ja? Ja, ja? Zoiets. Ja. Is dat jullie antwoord? Want ik moet natuurlijk een antwoord. Laten we het op ziekte houden. Mogen we een hulplijn inschakelen? Nee. Dit is een gewoon leuk programma, zonder meer. Dus, ziekte heeft toegeslagen. Ziekte heeft toegeslagen. In welke soort vorm dan ook. Benieuwd of dat het juiste antwoord is. Laat ons samen kijken. Een vreemde plaag heeft ons land geteisterd. Een plaag zou natuurlijk bij deze ook een tournee van de Kreuners kunnen zijn, maar ik reken het goed. 2 punten erbij voor jullie. En dan gaan we nu hetzelfde spelletje spelen met ons andere team. Onze fijne collega's trouwens. Ja, inderdaad. Jongens, kom zij krijgen dus nu ook een fragmentje te zien waarin iemand onprettig nieuws te melden heeft. U ziet een beklemmende scène uit de VTM-serie Lebbegem. Ah. De beelden, dames en heren, zijn niet geschikt voor gevoelige kijkers. Ah. Dat ziet er niet echt al te best uit. Ja, was duidelijk. Wat is het slechte nieuws? Huh? Dit is trouwens niet Lebgen, dit is Epilepsigen. Dat is te merken aan de mevrouw die net aan de Oostenrijkse chocolaatjes heeft gezeten. Of ze heeft een fles melk ingeslikt. Ja. De vraag is, wat gaat ze nu zeggen? Volgens mij zegt hij nu... Veel. Oei, het was Sjaak Pijpen. Oh. Oh. Ja. Nee, er zit iets verkeerd in die, in die, in ja, die tube. In, tube in die tube zit iets verkeerd. Maar wat kan dat zijn? Stopverf? Ja, bijvoorbeeld. Of, Stopverf! Volgens mij is dat geen stopverf. Stopverf, dat wordt gebruikt om Jacques te sminken. Dus dat is niet. Maar er zit duidelijk iets anders in. Ja. Restauratiecrème, nee. Nee, het is gewoon veet. Volgens mij heeft ze zich gewoon van tube ontharingscrème natuurlijk. Veet, ja. Veet. Ja. Dat was ook niet echt vloeibaar, maar Francesca is, zoals trouwens aan de overzijde Gertie, Francesca is teamchef, laat ons zeggen. Ja. Dus jij moet een soort van laatste beslissing nemen. Maar... En zij kiest voor het strand, dus veet. Ik luister democratisch. Gaan we voor veet? Zoiets. Een ander product in elk geval. Ja. Moeten wij het juiste product kunnen benoemen? Nee, niet echt, nee, maar toch liever wel. Er zit gewoon geen tandpasta in. Maar? Ja, dat is het. Maar? Oké, okay, veet. Maar veet. Dat is niet vloeibaar, hè, Hans. Maar, is dat niet vloeibaar? Nee. Die van mij wel. Dan luisteren we nu naar het juiste antwoord. Wat scheelt er? Ontharingscrème. 2 punten extra voor het team van Francesca. Stand voorlopig is 4 voor beide teams. Dan gaan we verder met de derde ronde en die heet kortweg Wie zijn wij? In dit spel geven we onze panelleden een nieuw gezicht. Het team dat eerst speelt, dat zijn Dirk, Gertie en Jacques, die zetten een donkere bril op, hetgeen ze nu al eens mogen tonen. Daarop hangen we 3 gezichten die samen onlosmakelijk verbonden zijn met een welbepaald tv-programma. Het team dat speelt moet vragen stellen aan de leden van het andere team en zo moeten ze te weten komen uit welk programma ze afkomstig zijn. Francesca, als jij zo vriendelijk wil zijn van de concurrentie van een nieuwe identiteit te willen voorzien... Zij mogen dan vragen stellen. Ik heb nog een paar hints. Indien dat nodig zou zijn. Ja. Jullie spelen dus voor 3 punten. En wanneer ik voel dat jullie er niet uitkomen, dan geef ik jullie in ruil voor een puntje nog een hint.
Okay. Dames en heren, vuur maar af. Heb ik talent? Nee. werk ik bij VTM? Sinds kort. Dat zeg ik nu te veel. Nee, sinds kort. Sinds kort. Ben ik buitenlands? Ja. Ja. En ik heb geen taal. Aan uw taal te horen wel, ja. Wat zeg je? Aan uw taal te horen wel. Het zou Limburg kunnen zijn. ben ik een vrouw? Nee. Nee. Een man van onder dus. Wel, maar van boven niet. Hebben wij iets samen? Ik bedoel, doen wij het wel eens samen? Je hebt iets gehad en... Nog... Met die twee? Nee, met Jacques. Ik heb iets met Jacques gehad. Ja. Ja. En ik ben een man, hè? Ja. Is hij dan een vrouw? Nee. Oh. Jawel. Jawel. Jawel, 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 jawel hoor. Jawel. Jacques is een vrouw. Ja. Jij bent een man. Ja. Zijn we een humoristisch programma? Wat mij betreft wel, ja. Maar het is zo niet bedoeld. En wat de serieuze mensen betreft. Voor het gros van de kijkers vinden het... Vind het geen komische toekomst. Maar we zijn dus een buitenlandse serie net op VTM is. Om te lachen. Om te lachen. Om te lachen. Nee, niet om te lachen. En we zijn nog maar net op VTM. Ja. Ja, Jacques. Nog maar een week of twee. Ja, Jacques. Ja. Mooie medogeloos. Heel goed, Jacques. Brooke, Sally en Rich waren jullie. Hey, goed. En, Jesus Christ. En dat hebben jullie gevonden zonder een hint van mij te krijgen. Dus dat is de volle 3 punten erbij. Ja, dat is heel goed. Ook het team van Francesca, dames en heren, kan niet ontsnappen aan deze publieke vernedering. Dus brillen op. En Gertie, als jij zo vriendelijk wil zijn om hen een nieuwe identiteit te bezorgen. Alsjeblieft. I just call to say I love you. Hij kan wel zingen, Walter. Pas op. Het is om niet te doen, hè, Walter? Walter, ik zou dat kopen, jong. Ik zou dat kopen. Dat gezicht. Hans, misschien een vraagje? Oh, schil. Ja, Hans. Ben ik een sekssymbool? Ja. Niet direct. Nee. Zijn wij een televisieprogramma? Ja. Ja. Geen serie? Ja. Ja. Ja, ja. Een Belgische serie? Ja. Jawel, meneer. Ja. Ben ik een vrouw? Dat is nog altijd een mysterie. Ja. Ik denk het wel. Is het een... Kom. Oh. Is het zo goed? Ja, zo. Ja, is goed. Ja. Zeker. Het is goed. Ja. Het wordt beter en beter. Ja. Nu zou ik er al 10.000 frank voor geven voor het verhuis. Stel nog wat vragen. Ja, een binnenlandse serie, wat is het? Ja. Ja, ja, ja. Serie. Is het voor jonge kijkers? Ja. Ja. Is het getekend? Nee. Ja, ook. Nee. Zijn we mensen van vlees en bloed? Wat zeg je? Zijn we mensen van vlees en bloed? Gedeeltelijk. Ben ik een man of een vrouw? Een man. En wat ben ik nu eigenlijk? Dat vragen wij ons nu ondertussen ook aan. Hij is een ding, hè? Ja. Ja. Nee. Walter wel, ja. Ik ben een lekker ding. Raf en Ronnie. Nee. Belgische serie. Zal ik jullie een tip geven om misschien een stukje verder te geraken? Ja. Een eerste tip luidt als volgt. Iemand moet één van de hoofdspelers voortdurend een handje toesteken. Nee. Oké, ik heb hem. Ja. Okay. En moet ik mijn handje toesteken? Nee. Heeft het iets met erotiek te maken? Nee. Niet echt, nee. Ga het maar niet te ver zoeken. Nee. Maar loopt de serie nog nu? Ja. Dagelijks? Ja. Ja, toch, dagelijks? Hè? Dagelijks. Bijna dagelijks, denk ik. Ja. Ja. Zeg, jullie zijn ons om de tuin aan het leiden. Nee. Lekker thuis loopt dagelijks, het nieuws loopt dagelijks. En dan wat buitenlandse series lopen dagelijks. Het is voor kinderen, denk daar aan. Ik heb ook gezegd stripfiguren. De figuur van Walter is hem een beetje op het lijf geschreven. Ook zijn figuur komt vaak niet uit zijn woorden. Zo'n underdog, zo, hè? Ja. Samson. Ja, goed zo, Francesca! Ik was al VTM aan het denken, dus compleet belachelijk. Er zijn spijtig genoeg nog andere zenders op deze aardbol. Wow. We zijn niet alleen. Dat ik daar niet op kom. Ja, inderdaad. Dat denk ik dikwijls. Maar goed.
Jullie hebben wel een hint gekregen. Met andere woorden, 2 puntjes extra. En ze komen aan een totaal van 6 punten. Dat is niet zo goed als de overzijde, want Gertie en haar team staan aan de leiding met 7 punten. Goed zo voor jullie. En het eerste deel van Tis Maar TV zit erop. We zien u graag terug na de onderbreking. Tot zo. Vanaf zaterdag 4 maart kijkt u op VTM naar De Uitdaging. Levenslijn daagt Ingeborg en Koen Wouters uit. Om iets duurzaams op te bouwen voor de astma- en allergiepatiënten. 4 zware opdrachten. Tegen de tijd. 2 voor Ingeborg en 2 voor Koen. Oh man, man, man. Zeg. Het is niet zomaar een spel, want het is voor Levenslijn. De Uitdaging vanaf zaterdag 4 maart op VTM. Welkom terug bij Tis Maar TV, het spel dat alles te maken heeft met televisie. We spelen verder met onze beide teams, zijn stuk voor stuk tv-monumenten. Alleen spijtig dat er geen geld is voor restauratie. Aan de ene zijde schitteren Dirk, Gertie en Jacques. Zij hebben daarnet 7 punten gescoord. En aan de overkant stralen Hans, Francesca en Walter samen 6 puntjes. En we spelen meteen de vierde ronde en deze is getiteld En dan? Onze panels krijgen een filmpje te zien en ik heb een vraag over dat bewuste beeldfragment. Beide teams mogen nu meespelen. We kijken naar een tv-spotje uit de jaren 70. In de hoofdrollen herkennen we de steracteurs Machteld Ramout en Marijn Boma de Valk. De vraag is, waar gaat dit spotje over? Voilà. Waarover gaat dit spotje? Ik vraag het aan ons eerste team, Gertie, Jacques, wie wil er beginnen? Mag ik iets over vertellen? Ja, absoluut. Ik ken Marijn nog van vroeger en Marijn heeft er dikwijls over verteld, over die opname. Er zijn verschillende dingen mislopen. De eerste keer nog plakte zijn snor onder de lip, boven de lip van Machteld. En ze stonden er veel beter mee. Ook Gertie vroeger vond ik veel schoner met snor. Ja. Ja. Dirk, misschien een beter idee? Ik weet het niet. Ik vrij in de auto, ik heb dat altijd zo gedoe gevonden. Omslachtig. Oh, en die keer toen vond je dat toch wel oké? Okay? Nee. Nee, jongen, dat is schadelijk voor de auto, jong. Echt? Als zo'n vrouw naaldtakken aan heeft en al van die puttekjes in je dak natuurlijk. Ja, maar ze hebben, het is een open dak, gelukkig. Hoe kan die vrouw met haar schoenen op dat dak lopen? Dat begrijp ik. Binnen bekleding. Ja, wel, langs binnen, dat is nog moeilijker. Dat moeten wij eens uitleggen. Ik heb een open dak al 30 jaar. Ah, erop dat hij altijd op beneden valt. Ah. Dank je, maar met Gertie en geit is ook plezant, hè? Ah ja, de 2 geiten. Hé, hey, jongens. Vroeger okay, was dat plezant, hoor. Laten we ons concentreren op dit spotje. Ja, zal ik gewoon even iets zeggen? Of had jij nog iets te zeggen? Volgens mij zit een preventiefilmpje van het een. Wel, ik dacht ook iets in die richting. Zet hem op. Jaren 70 op tak op uw auto. Jaren 70. Jaren 70. Jaren 70. Zet hem op, een tak op uw auto. Ja, zet eindelijk een tak op uw auto. Ik denk dat iets in die richting is. Preventie, aidspreventie of... Aids? Nee, condoom. Aanzetten tot het gebruik van condooms. Veilig. In de jaren 70. Veilig vrij. Ik ben benieuwd. Veilig vrij. Volgens team 1. We gaan dus luisteren naar de mening van team 2. Walter? Volgens mij is het een reclamefilmpje. En het komt uit een van de eerste. Het is niet uit de jaren 70, hoor. Het is veel later, want ik heb het gezien. Het komt uit De Kampioenen. Een van de eerste afleveringen van De Kampioenen. En zij komt recht en zij zegt nu... Zij komt recht? Zij. Komt recht. Maar ze waren aan het rijden. Ze staan stil. Ja, doe verder, Walter. Want daarvoor waren ze aan het rijden. Ja, is goed. Okay. Walter, doe verder. Zij komt terecht. En zij zegt, heerlijk, die Boma-worst. Ja. Denk ik, hè. Wie wordt multimiljonair? Ja. Dit is verkeersveiligheid.
Openbare zedenschennis. Nee, openbare zedenschennis. Nee, nee, dus verkeersveiligheid. Oké, verkeersveiligheid. Verkeersveiligheid. Dit is een stukje uit een hele reeks. Ah, niet dus dat is de oplossing die jullie geven. Ja, dat zal ze dan wel zijn. Verkeersveiligheid. Ja? Oké, we gaan meteen weten of een van beide teams het juiste antwoord heeft. Benzine dient om te rijden, niet om te vrijen. Aha. Jaren 70. Dit spotje maande de Vlaming aan om zuinig om te springen met energie. Ja. Het is heel duidelijk na deze antwoorden dat wij hier vanavond ook weinig elektriciteit verbruiken, dames en heren. Er zitten geen echt grote lichten aan de tafel. Duidelijk. Geen punten erbij. De stand blijft 6 voor Francesca's team, 7 voor Gertie. Dus we gaan snel verder met de volgende ronde. Dat is trouwens een van mijn favorieten. Het spel heet Oma weet het beter. We trokken het land door op zoek naar een stel kranige 70-plussers. We hebben die dames en heren gevraagd om ons een bekende tv-persoonlijkheid te beschrijven. En het is nu de taak van beide teams om mij te vertellen over wie ze het hebben. Hoe sneller zij raden wie beschreven wordt, hoe meer punten er te rapen zijn. We spelen alvast voor 5 punten. Hier komt de ongezouten mening van Karel, Maria en Luc. Maar hij valt veel. En dan ook als hij maar iets kapot kan doen. Een stapel teljoren. Een stoppel tas, kom, laat ons maar gooien. En ik vind dat dat zo iemand is die zijn wilde haren nog niet ontgroeid is. Ik denk dat hij niet tegen Arnold Schwarzenegger is meegestoken, want hij zit hij veel te kort komen. Zijn haar groeit eruit, het been groeit erin. Dat is het enige. Zijn haar groeit eruit, is mijn haar. Laatste opmerking was, zijn haar groeit eruit, mijn haar groeit erin. Huh? Dat zijn de drie tips, hints, zeg maar. Wat zei ze van het ik ben er nog aan, ik ben het nog aan het bestuderen. Wat bij mij naar binnen groeit, groeit bij hem naar buiten. Doe maar gewoon een gok, om te beginnen. Een gok. Een naam. Ik heb er geen enkel idee van. Hallo. Luc, hallo. En hier, een naam? Hij moet wat ouder zijn, want hij is zijn heel wilde haren nog niet kwijt. En ja, Luc Allo is 15. Is nog een tiener, dus ja. Ik weet het niet, wie wat ouder is in die... Paul Jambers? Bij die tweede opmerking... Paul Jambers is toch wel een harig man? En ja. Zijn haar groeit ontzettend naar buiten. Jullie zeggen Jambers. Ja? Ik had eerst even Bart Peters, omdat dat met die taloren, dat jongleren en het mislukt. Mm-hmm. Maar is Paul Jambers gooit niet met taloren, hè? Ja, wel. Ik zal u uit uw lijden verlossen. Het juiste antwoord is al gezegd en het was Luc Allo. Ja, maar ik wou natuurlijk de spanning er een klein beetje inhouden. En dus Luc Allo was juist. Jullie krijgen daarvoor de volle 5 punten. Wauw. Goed jongens. Daarmee zijn we aanbeland bij ons laatste spel voor vanavond, dames en heren. En dat spelletje betekent dat we gaan zappen. Het team van Francesca speelt als eerste. Daarvoor heeft Francesca een afstandsbediening nodig. Walter, wacht nog heel even. Ik geef eerst een klein beetje uitleg. Sorry, een zapper heeft Francesca nodig. Daarop staan 5 knoppen. Telkens ze op een toets drukt, horen we de tune of generiek muziek van een bekend tv-programma. Walter en Hans die moeten bij het horen van die tune het programma in kwestie uitbeelden. Mag ik jullie nu verzoeken, Walter en Hans, om naar achter te gaan in de grote tv-poppenkast, zeg maar. Francesca krijgt van ons 90 seconden de tijd om zoveel mogelijk programma's te raden die Hans en Walter uitbeelden. En om het extra moeilijk te maken, moet Francesca haar koptelefoon opzetten, hetgeen ze nu al gedaan heeft. U thuis mag natuurlijk de programmatunes horen. Wij ook, Francesca als enige niet. Het wordt meteen duidelijk, zij heeft alleen een radioprogramma in de koptelefoon en mijn stem. Voor elk correct antwoord krijgt zij 1 punt. En van zodra ze op de eerste toets heeft gedrukt, gaat de tijd lopen. Het is een grappig programma blijkbaar wat ze te horen krijgt. Francesca? Hier is de eerste tune. Huis en thuis. Huis en thuis. Kerktoren. Drinken. Wow. Verven. Welke kleur van verf? Witte verf. Witte kerken. Ja, witte kerken. Daar. Witte kerken. Amai. Druk op nummer 2. Druk op toets 2. Kom aan, heren. Jullie moeten
tegen de klok gaan. Er zijn maar 90 seconden. Kom aan, kom aan, kom aan. De hulk, de hulk. Ja, de hulk is goed. Ik ben de hulk. Op nummer 3. Ja. Miss België verkiezing. Ja, Miss België. Heel goed, dank je, Walter. Hier is tune 4. Wat is royalty, koning, vlaggen. Was dat een scepter waar jij was? Was dat die boa? Koningin, Miss België. Ja, nee, Miss Beauty. Nee, nog verder, nog verder, nog groter. Miss België. Miss World. Ja, Miss World. Goed zo, Francesca. Laatste tune. Ik kan nog net binnen de 90 seconden. Wat is dat? De Muppet Show. Ja, de Muppet Show. Goed, Francesca. En net, net binnen de 90 seconden. Ging goed, hè? Ging vlot voor de eerste keer. Natuurlijk, mooie acteerprestaties. Ja. Niet waar, van Walter en Hans, inderdaad. Ik zou toch eens overwegen, Walter, om aan Mr. Belgium mee te doen. Als ik je zo zag als Miss België, was lang niet verkeerd. Ben je dan nog geweest, Miss België? Ah ja, in een vorig leven zeker. Zij krijgen voor deze 5 goede antwoorden 5 punten erbij. Kans optrekken. En dan is nu natuurlijk aan het andere team om net hetzelfde spel te spelen. Het zal een stuk minder zijn. Ik ben benieuwd. Met deze twee jongens. Maar... Oh. Ik verwacht nogthans heel veel van Dirk en van Jaak. Dat is een 1, ja. Dat is een 2, dat is een 3, dat is een 4 en dat is een 5. Oké, dat is duidelijk. Jaak en Dirk mogen naar achter gaan. Yes. De koptelefoon mag ook bij Gertie opgezet worden. Zij kan alleen mij horen en een streepje onbestemde muziek. Wat is dat? Koning en koningin of wat? Het koninklijk huwelijk of wat? Is dat een programma? Ik weet niet, ik weet niet. Ik ga naar 2. Volgende tune, hele volgende tune. Ze moeten nu snel van kledij wisselen. Wat dansen. Fame! Ja, fame! Heel goed gevonden, Gertie. En hier is de volgende tune. De krant lezen. Het gesproken dagblad. Dingen natuurlijk. De Fabeltjeskrant. Ja, Fabeltjeskrant. Ja. Heel goed. Vierde tune. Oeh. Wat? De Jaak Vermeijren show. Ja, de Jaak Vermeijren. Maar Dirk lachte niet. Ja, ja, Dirk lachte wel. We wachten op de beide heren om te achterhalen wat de vijfde tune dan wel mag wezen. Kom aan, mannen, tempo erin. Wat is dat? Er valt van alles. ER? Of ze. Nee, West. De Nederlandse ziekenhuisreeks. Medisch Centrum West. Heel goed, terug naar de eerste tune. Ja, eerste dat tune weet ik terug. Echt niet, weet ik niet. In. Dan moet je een beetje koning, beeldspraak, een koning, beetje beeldspraak koning, in zien. Een koning die danst. Een koning die danst. Ik zou het niet weten. Oh. Ik zou het niet weten. Geen enkel idee van. Wat staat hier goed? Swingpaleis. Ze kan je... Oh, Jesus, ja. Het swingpaleis. Swingpaleis. Ja, ze swingden er wel op los. Dat vind ik wel goed gevonden, maar vind ik wel moeilijk. Wel moeilijk, hè? Ja. Mooie zaak. Ik heb me gegeven. Ja, helemaal, hè? Gesmeten zelfs. Gesmeten, ja. Schitterend. Buiten adem zelfs. Ja. Ik heb vond het echt niet geloofwaardig. Ik was blij dat ik mocht leiden bij met dat swingen. Met de Jaak Vermeijren show heb jij niet gelachen, hè, Dirk? Jawel. Je hebt niet gelachen. Ja. Nee. Dat heb ik wel goed gerepeteerd. Ik moet daar niet lachen. Hè? Daar ben ik 3 dagen mee bezig geweest om te lachen met de Jaak Vermeijren show. 4 juiste antwoorden. Alleen het swingpaleis niet geraden. Dus toch 4 goede antwoorden. 4 punten erbij voor jullie. Heel mooi, proficiat. Dat betekent, dames en heren, een eindstand van 11 punten voor het team van Francesca. Als dat. Moest even overgaan. Maar bij deze eerste, het is maar even een duidelijke overwinning met 16 punten voor het team van Gertie. En daarmee is het ook meteen afgelopen. Wij willen ze heel graag bedanken. Dirk, Gertie en Jaak. En natuurlijk aan de overkant Hans, Francesca en Walter. Heel erg bedankt.
En we besluiten deze Het is maar TV met beelden uit het cultprogramma Lava, waarin Eddie Wally als geen ander de show steelt. Wat ons betreft heel graag tot volgende week. Voor uw woning hebben wij...